kwam ik voor de chemobehandeling. En ik moest er 16 hebben. Dus behandeling tegen borstkanker. Ik had een foldertje beneden gezien bij de afdeling van de oncologie. En daarin zag ik een cursus voor make-up. En ik wist dat ik kaal ging worden en dat ik dus ook mijn wenkbrauwen en mijn wimpers zou verliezen. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ken het ademhalingshuis verder niet. Maar ik dacht, ik ga in ieder geval voor die cursus kijken wat ik daar dan nog aan mezelf kan doen. Zodat ik tenminste nog wel toonbaar ben. En nou ja, toen ben ik daar terecht gekomen. Ja, dat is gewoon een heel mooi huis en lieve mensen. Dus dat was super. Hoe ik met ademhalers te maken had, was dat zij langskwamen. Om eigenlijk een praatje te maken en te kijken of je daar wel interesse in had. En of ze wat voor je konden betekenen. De verpleegkundigen hebben wel tijd voor je, maar moeten natuurlijk constant naar andere patiënten lopen als dat nodig is. En zij hebben gewoon de tijd om een half uur naast je te gaan zitten. En met je te praten en te vragen wat ze voor je kunnen betekenen. Of met je te lachen. Of met je te huilen. Ja. De echt voor mij zijn op dat moment.